De kritiek van Roxanne Hazes over de manier waarop ze is opgevoed zet kwaad bloed bij moeder Rachel. Ze heeft gisteravond laat samen met zoon André een PR-momentje geregisseerd. Enkele seconden nadat zij een boze verklaring op Instagram postte, plaatste André daar een reactie onder. Hij keert zich tegen zijn zus. André stelt dat Rachel voor ons heeft gezorgd en gevochten als een leeuwin toen we klein waren. Ik ben dankbaar voor wat jij hebt weten te maken van onze rommelige jeugd en de prestatie die je hebt geleverd door mij te maken wie ik nu ben. En van mij krijg je daar eeuwig respect voor terug. Lachwekkend, vindt hazoloog Yvonne Koldewijer het. Wat André heeft gereageerd onder de post van Rachel vind ik tenenkrommend. Hij weet zelf ook wat voor moeder hij heeft. Hij heeft zelfs in interviews aangegeven dat hij haar niet in de buurt van zijn zoontje wilde hebben. En dan nu ineens dit schijnheilige statement? Yvonne vermoedt dat André's reactie zeker is opgelegd door La Hazes zelf. André struggelt al zijn hele leven met zichzelf en zijn identiteit. Heeft last van extreme hechtingsproblematiek. Vecht al jaren tegen zijn drankendrugsverslaving. Als er iemand een trauma uit zijn jeugd heeft opgelopen, is hij het wel. Het lijkt wel of André ontkent door wie hij in deze misère terecht is gekomen, aldus Yvonne. Open your eyes, André, aldus de juice-koningin op haar juice-kanaal. André moet volgens Yvonne opletten dat hij zijn ouders niet kopieert. André, wat ben jij nu aan het doen bij je eigen zoon? Je bent het patroon uit je jeugd aan het herhalen. Om de haverklap stap je in en uit het leven van die kleine. Ze vervolgt, dan heb je weer een nieuwe relatie en haal je hem wekenlang niet op, zodat Mini Dre zich moest afvragen of papa hem niet is vergeten. Dan ben je weer samen met zijn moeder, dan verdwijn je weer. Dan ben je wekenlang met je gezin op vakantie, daarna neem je weer afstand. Yvonne stelt dat André zijn zoontje beschadigt. Elke week kan het weer anders zijn. Dat maakt een kind ontzettend verward en onzeker. Je bent hem aan het beschadigen, zoals het jou heeft beschadigd. Ik doe er vaak gekscherend over, maar het is natuurlijk in en in triest. Ze proberen Roxanne gek te maken, denkt Yvonne. Gaslighting is een manipulatietechniek. Wat jij ervaren hebt, dat heb je vast zelf verzonnen. Het gevaar is dat je daadwerkelijk aan jezelf kan gaan twijfelen en misschien gaat denken dat je het toch zelf verzonnen hebt, of dat je eigen emotie daarin wellicht overdreven is geweest. Doodeng. Yvonne zit in Kamp Rox. Hoewel familieleden en vrienden het nu openlijk gaan opnemen voor Rachel, lijkt toch het grootste deel van het Nederlandse volk achter Rox te staan en haar te geloven. Rox heeft zich nooit eerder hierover uitgelaten en leeft haar leven wat meer in de luwte, wat oprecht op de meeste mensen overkomt. Wat we zien in de media over Rachel heeft continu te maken met het uitmelken van haar overleden ex-man. Ik geloof elk woord van wat Roxanne heeft verteld en vind het heel dapper dat ze dit heeft gedeeld.